Dinsdag 9 oktober is het vandaag en hier is in Den Toom te Heijen de presentatie van het voorzieningenplan Heijen in Beweging. Een onderdeel van die presentatie was eigenlijk een presentatie over hoe dat het bestaande gebouw Den Toom, maar ook de Heggerank en de omliggende plek, hoe dat die omgetoverd zouden kunnen gaan worden tot een multifunctionele accommodatie. De heer Eelco Basten die heeft daar een plan voor gepresenteerd vanavond. Mag ik Eelco zeggen? Ja, dat mag. Ja. Eelco, we hebben zojuist kunnen genieten eigenlijk van jouw presentatie. Als het gaat om van de bestaande locatie hier, Den Toom, de Heggerank en die omgeving hier in Heijen, om daar een multifunctionele accommodatie van te maken. Want dat schijnt relatief eenvoudig te kunnen, maar er moet wel het een en ander veranderen. Ja, dat klopt. In het gebouw zijn al heel veel voorzieningen gehuisvest, zoals de basisschool Heggerank, maar ook de gymzaal, de Tomp met allerlei verenigingen die daar al in zitten, de Putterspeelzaal. Maar op dit moment is het zo dat de verschillende gebruikers een beetje met de rug tegen elkaar aan zitten en door het gebouw wat meer open te maken, bied je meteen de mogelijkheid om meer te samen te werken en ook allerlei andere gebruikers in het gebouw toe te laten. En het gebouw zou dus eigenlijk wat intensiever gebruikt kunnen gaan worden dan? Ja, dat klopt. We hebben dit plan samen met allerlei verenigingen in het dorp tot stand gebracht. We hebben daar intensief overleg over gehad. Het is op dit moment vooral een visie. Uiteindelijk zul je daar met de gemeente, met de verschillende gebruikers, verenigingen moeten gaan kijken hoe je dat inhoudelijk toch verder vormgeeft. Maar het biedt absoluut kansen. Ik hoorde u op enig moment zeggen, één muur eruit kan al een heel groot verschil maken in dit gebouw. Ja, dat klopt. Op het moment dat mensen elkaar ontmoeten, is de kans dat ze gaan samenwerken ook groter. Het gebouw staat inmiddels al zo'n 45 jaar. Er is wat achterstallig onderhoud aan. Dat moet ook natuurlijk veranderen. Ja, dat klopt. Het gebouw is 45 jaar oud. Dat houdt in dat een aantal onderdelen ook echt aan vervanging toe zijn. Er zijn ook al onderdelen van het gebouw gedaan. Maar er zijn ook onderdelen die absoluut vervangen moeten worden. En daar is het gebouw wel aan toe. Dat biedt tegelijk ook kansen, want op het moment dat je dat onderhoud pleegt met de middelen die er dan zijn, en je doet dat op een slimme manier, dan kun je het ook meteen toekomstbestendig maken en maakt het samenwerken naar de toekomst toe beter mogelijk. En wat het ook een stuk fraaier zou maken, is dat het een eenduidige uitstraling zou moeten krijgen eigenlijk. Ja, op dit moment heeft het geen eenduidige uitstraling. Het heeft allerlei verschillende kanten. De onderhoudssituatie is bij de verschillende gebouwonderdelen verschillend. Wij denken inderdaad als werkgroep dat je er een veel duidelijker uitstraling van kan maken. En er zullen dus dan ook wel, hopen wij, bepaalde investeringen mogelijk moeten zijn. Parkeerruimte, dat moet ook beter. Ja, het parkeren rondom de Tomp en ook de Heggerank is al heel lang een probleem. De basisschool, de straat, het profiel, het parkeren is eigenlijk zoals het vroeger was. Maar goed, de parkeerbehoefte rondom de school is in de huidige tijd ook groter. Dat geeft druk aan de Sledehoornstraat. Maar ook bij de Tomp, bij avondactiviteiten, maar ook bij grootschaligere activiteiten, ja, dan is de parkeerdruk op de omgeving groot. En dat past eigenlijk niet meer in deze tijd. Dus die behoefte, die vraagstelling ligt al heel lang in het dorp en we willen daar graag samen met de gemeente naar kijken. De Tomp heeft een plat dak, ideaal voor zonnepanelen dus. Ja, dat klopt. En zeker op het moment dat je het dan moet vervangen, een nieuwe dakbedekking, ja, dan gaat zo'n dakbedekking weer heel lang mee. En dat is eigenlijk het moment om zonnepanelen te plaatsen. En we hoorden wethouder Peperzak zojuist vertellen, er is al een bedrijf dat eventueel bereid is om die zonnepanelen er neer te leggen, zonder dat het iets kost. Dus die zonnepanelen hebben jullie alvast binnen. Ja, het zou mooi zijn, ja. Wat gaat er nu vervolgens gebeuren? Dit is een visie, hè? Dit is een ideetje, maar dat moet of verder uitgewerkt worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Verwacht u? Dat moet inderdaad verder uitgewerkt worden. Wij hopen ook dat de gemeente daar ons verder in wil begeleiden. Zoals ze dat nu tot nu toe ook gedaan hebben bij het tot stand komen van het voorzieningenplan.
Dat is heel goed gegaan. Daar is iedereen heel tevreden over. De stappen, de onderdelen die in het voorzieningenplan staan, en dat is niet alleen het maken van een MFA van het huidige gebouw, maar ook alles rondom voorzieningen, woningbouw, samenwerking tussen verenigingen, dat vraagt begeleiding. En wij hopen dus dat de gemeente ons dat daar ook verder in ondersteunt. De wet daar gaf net al aan dat de gemeente daar ook gelden voor heeft. En het zou, dat dus zeg maar de intentie ook is om dat samen verder op te pakken. De eerste belangrijke stappen zijn nu gezet, hè? Dus het is nu eigenlijk aan de gemeenschap, de Heijense gemeenschap, maar ook aan de gemeente Gennep zelf om stappen te zetten. Ja, helemaal correct. Ja. Dank voor deze toelichting en veel succes. Graag gedaan.